voorzitter. Beste collega's, zoals uit de titel van de motie blijkt, gaat die niet over de inhoudelijke kant van onderliggend dossier. Deze motie gaat dus nadrukkelijk ook niet over de positie van de wethouder, zoals ik ook in mijn e-mail van 14 december bij u nog eens heb benadrukt. Dit is ook geen kwestie van het opvoeren van een politiek showtje. Woorden die in een ander dossier door een bestuurder in onze richting zijn gebruikt, omdat dat volgens hem nou eenmaal hart van wedemelijk is. Dit is een bestuur- en middelenmotie en gaat erover dat alle raadsleden, ongeacht van welke partij, structureel tijdig, volledig en waarheidsgetrouw antwoorden op hun vragen zouden moeten krijgen. Het gaat daarmee ook over onze bestuurskracht en over onze politieke collegialiteit. Twee onderwerpen die niet voor niets een prominente plek innamen op de agenda van de bestuurskracht tweedaagse. De tweedaagse die na het verschijnen van het schokkende rapport over de bestuurskracht in onze gemeente eind oktober heeft plaatsgevonden. De motie roept elk raadslid op om zijn of haar afkeuring uit te spreken over de handelwijze rond de beantwoording van de vragen in de zaak HVC Gelden het Boetje Oostwoud. Daarnaast wordt met deze motie het college door de raad formeel opgeroepen om de beantwoording van raadsvragen zowel inhoudelijk als qua termijn van beantwoording te verbeteren en om de fundamentele rechten van elk willekeurig raadslid op het gebied van het stellen van vragen en de vrije keuze voor het inzetten van welk raadsmiddel dan ook blijven te respecteren. Dank u wel. Dank u wel voor uw toelichting, meneer De Waal. Dan kijk ik naar de mede-indieners, de heer Stam en mevrouw Visser. Meneer Stam, voor uw eerste term. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat het beantwoording van die raadsvragen met betrekking tot het boetje de geloofwaardigheid van de lokale politiek heeft geschaad, dat is denk ik wel duidelijk. Want vragen moeten op een goede manier worden beantwoord. Het gaat vooral over die vragen van het boetje in Oostwoud. Maar wij hebben ook problemen gehad met beantwoording van vragen met betrekking tot de wegenoverdracht, met betrekking tot antwoorden op het sociaal domein. En vandaar ook dat wij de motie ondersteunen, want er wordt verzocht om het college op een heldere en een volledige wijze antwoord te geven. En uitstellen moet uitzonderlijk blijven. En daar zijn wij het volledig mee eens. Want het college is en blijft verantwoordelijk voor de beantwoording van raadsvragen. Maar het college weet ook waarom een bepaalde partij vragen stelt over bijvoorbeeld het sociaal domein, over de wegenoverdracht. Dus de vraag achter de vraag is ook heel vaak bekend. Dus probeer dan die vragen helder en duidelijk te beantwoorden, zodat wij daarmee aan de slag kunnen. Nou, dat in de eerste termijn. En wij ondersteunen dat deze motie dan ook van harte. Dank u wel. Mevrouw Visser. Ja, voorzitter. Allereerst wil ik zeggen dat ik het betreur dat het tot zover is gekomen dat er een motie van afkeuring nodig is geweest om hier de aandacht voor te vragen. Ook tijdens het weekend van de bestuurskracht is hier nadrukkelijk over gesproken. En heeft ook de heer De Waal hier de aandacht voor gevraagd. En zijn wij dus ook mede-indiener van deze motie. Het niet op tijd beantwoorden van raadsvragen kan natuurlijk altijd voorkomen. Maar het volhouden van niet beantwoorden, wat in sommige dossiers ook is, kan ook een reactie oproepen dat er blijkbaar niet alles open en transparant beantwoord kan worden of mag worden. En dat doet de politiek niet ten goede. Ik kan het imago geven dat wij hier een bestuur hebben die niet alles open en eerlijk wil zeggen. Wat ik niet zeg dat het is, wat ik even nadrukkelijk zeg, maar het kan wel het beeld opgeroepen dat de vragen niet op tijd beantwoord worden. En dat is waarom uiteindelijk de heer De Waal, mede met ondersteund door de VVD en de ChristenUnie, deze raadsmiddel heb moeten inzetten om hier wel de volledige aandacht voor te krijgen. En daarom blijven wij dit ook ondersteunen. Het is heel jammer, want er is altijd, zoals de heer Berenpoot ook zegt,
De steller van vragen heeft een agenda waarom hij de vragen stelt. Er zijn nog meer politieke instrumenten, dat weet de heer De Waal ook. Maar als je een vraag stelt, dan zit er een vraag achter en dan wil je ook dat er iets openbaar of transparant wordt. Helaas is dat dus niet gelukt en we hebben meer problemen met meer dossiers over het beantwoorden van vragen. Dat kan zijn dat het ambtenarenapparaat te weinig tijd heeft, daar hebben we het ook over gehad. Maar we moeten toch met z'n allen wel er naartoe dat er geen motie van afkeuren nodig is om op tijdig de antwoorden te krijgen die gesteld worden. Helaas ligt die er en ik hoop dat we hiermee wel stappen vooruit gaan zetten, dat dit serieus wordt opgepakt om dit in elke toekomst te voorkomen. Dank u wel. Ik kijk naar de andere fracties voor de eerste termijn. Ik begin bij meneer Mos van D66. Dank u wel, voorzitter. Deze motie die geeft grotendeels goed weer hoe zaken zijn verlopen. En hoewel voor alles wel oorzaken zijn aan te geven, past dit absoluut niet bij een gemeente waar de raad goed wordt bediend. Maar misschien nog wel erger dan de antwoorden op de vragen is de zaak zelf van het boetje. Wij zien dat ook in de recente informatienota. Hoe wordt een enthousiaste dorpsgemeenschap zo lang gefrustreerd? Als we de film terugdraaien, schamen we ons. Het was zo'n rommeltje dat vervolgens ook het beantwoorden van vragen erover niet meer goed kwam. En ook niet meer goed kon komen. Slechte documentatie, geen opvolging van afspraken en besluiten. Langs elkaar heen werken, foute antwoorden, zaken niet meer te vinden. Dit wil je toch niet meemaken. Als we zien hoe mensen het vertrouwen in de politiek kunnen verliezen, dan hebben we er hier wel eentje bij de kop. Wij waarderen, hoewel het wel wat compacter had gekund, naar onze mening de vasthoudendheid van de heer De Waal om zaken helder boven water te krijgen. Daar heeft de Raad recht op en daar heeft Midwoud Oostwoud ook recht op. Het onderwerp heeft grotendeels betrekking op de periode van het vorige college, dat op onderdelen ook wel het uitstelcollege werd genoemd. Maar in ons staatsbestel kunnen wij alleen het zittend college aanspreken. Dat vinden wij voor deze wethouder die een goede start heeft gemaakt, vinden wij dat helemaal niet leuk. Hij doet erg zijn best. Maar goed, denk dan maar, het hoort bij het vak. Dus wij ondersteunen uitdrukkelijk de hier geuite behoefte aan goede en tijdige antwoorden, onder erkenning dat al deze vragen niet nodig waren geweest als het werk eerder gewoon goed was gedaan. Het gaat ons wel te ver hier over de huidige wethouder met een motie van afkeuring te confronteren. Daar moet je selectief in zijn en daarom steunen wij deze motie niet. We zien duidelijk dat de wethouder alles doet om de gemeenschap en de raad goed te bedienen. Dat blijven we kritisch volgen, dat is onze rol. En het college heeft ook toegegeven dat er veel is misgegaan. Kortom, de inhoud delen we in hoge mate. Afkeuring gaat ons te ver. Dat gaat makkelijk een eigen leven leiden en dan ben je direct al aangeschoten wild. Er liggen in deze portefeuille veel uitdagingen. En die kun je alleen aan als je het positieve vertrouwen van de raad hebt. En dat heeft deze wethouder. Nog één elementje. Een andere discussie is de verwijzing in de motie naar het vragen stellen überhaupt. En wat daar over de laatste tijd is besproken. Daar hebben we wel een mening over. Maar ja, die spoort niet met wat in deze motie staat. Maar wij vinden dat dat maar in het presidium aan de orde moet komen. Het uitgangspunt is wel dat als wij goed en spontaan worden geïnformeerd over alle zaken, dat dan het aantal vragen vanzelf ook wel minder kan worden. Dank u wel. Dank u wel. De fractie van morgen. Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen deze motie in deze vorm niet steunen. Er zijn fouten gemaakt in de beantwoording omtrent de raadsvragen van de heer De Waal. En dat is zeer betreurenswaardig. Ook wij als fractie hebben in het verleden een situatie meegemaakt dat raadsvragen niet of pas heel laat waren beantwoord. Dat ging in dat geval om het parkeren in Medemblik. Nou ja, ik hoorde ook van andere fracties dergelijke situaties. Er zijn natuurlijk allerlei oorzaken achter te vinden, maar dat doet natuurlijk niet recht aan het feit dat je gewoon recht hebt uiteindelijk op juiste beantwoording van je vragen. We zijn het dan ook met u eens dat het proces niet bepaald soepel is verlopen en dan zeg ik het nog heel netjes. Echter, en dat wil ik wel gezegd hebben, uw eerste vragen dateren van vorig jaar, november vorig jaar, vorige college. Vervolgens heeft u dit voorjaar diverse vervolgvragen gesteld. Het nieuwe college wat deze zomer is gestart, heeft zich in dit dossier kwetsbaar opgesteld en aangegeven dat de eerste vragen onjuist waren beantwoord en er werk werd gemaakt aan de juiste beantwoording. Er is inmiddels een uitgebreide beantwoording beschreven waar vele uren, manuren in hebben gezeten.
Kortom, wij vinden dan ook, voorzitter, niet chic om dan nu met een motie van afkeuring richting dit nieuwe college te komen. U geeft in uw mail en uw betoog ook wel aan dat het natuurlijk niet persoonlijk is bedoeld. Echter, er staat in deze motie gewoon een motie van afkeuring. En wat de heer Morsen goed over zegt, dat straalt toch af. En wij vinden dat, voorzitter, in dit dossier niet terecht. Dus tot zover. Dank u wel. De heer Mos van gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. De beantwoording is niet goed gegaan. Er wordt aan gewerkt. Daarnaast kan de vraagsteller ook een gesprek aanvragen met een collegelid of met het college. Voor wat ons betreft begrijpt het wel, maar is een motie van afkeuring in deze te zwaar voor een nieuw college in deze samenstelling. Dank u wel. CDA, mevrouw van den Bos. Ja, dank u voorzitter. Wat ik positief vind is dat we deze motie al langer in huis hebben. We hebben flink de tijd gekregen om hem goed te bestuderen, goed over na te denken. Hart voor een medeblik beschrijft een feitenrelaas, een beschrijving van de politieke werkelijkheid omtrent het boetje in Oosterwoud. Ik denk dat correct is weergegeven. Zojuist heeft meneer De Waal een korte en heldere toelichting gegeven op deze motie. Daarbij heeft hij ons ook in het voortraject, en daar heeft hij net aan gerefereerd, dus dat mag ik best wel noemen, per mail benaderd om te benadrukken dat het niet gaat om de portefeuillehouder zelf, nog om dienstpositie. Maar als je kijkt, wat is nou de definitie van een motie van afkeuring? Die veroordeelt het beleid van een bewindspersoon. Dus het komt wel verzachtend over dat u richting ons aangeeft dat het niet gaat om zijn positie of om de portefeuillehouder zelf. Maar het staat er wel en dat vind ik toch jammer. Dan even over de inhoud. Ik ben het met hart voor medeblik eens. Vragen moeten tijdig, volledig en waarheidsgetrouw worden beantwoord. Daar is geen enkele discussie over. Ik heb twee verzoeken aan meneer De Waal en aan zijn partij. En mocht u die inwilligen, dan zou het CDA wel mee kunnen gaan in deze motie. Als u nou de titel verandert in beantwoording raadsvragen HVC gelden, het boetje Oostwoud, oftewel motie van afkeuring eruit haalt, en ook op pagina 2, dan voelen wij er wel voor om de motie te steunen. Dus graag verneem ik uw reactie daarop. Dank u wel. Meneer Huisman nog. GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden het jammer dat dit een motie van afkeuring is. Wij kunnen ons ook dan erg vinden in de woorden van de voorgangers. Met het verzoek tot het college kunnen wij namelijk wel instemmen. Deze motie van afkeuring vinden we daarom dus een te zwaar middel. We zijn het er wel mee eens dat een en ander niet goed is gegaan, zoals ook voorgangers zeiden. Maar ook begrijpelijk dat een en ander niet is gelukt. We hoorden immers bij het verkiezingsdebat in de post al dat de wens er wel was, maar er geen handjes waren om het uit te voeren. Wij vinden dat de wethouder nu goed bezig is om de gang van zaken duidelijk te maken, om openheid van zaken te geven, wat er in het verleden is gebeurd, ook wat er niet goed is gegaan, daar is hij ook heel open over. Wij kunnen ons helemaal vinden in verzoek tot het college. Dus het voorstel van mevrouw Bos zouden we daarom ook graag steunen. En ook dan kunnen wij hiermee instemmen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Waal. Aan u om als laatste te reageren in eerste termijn, zodat u kunt reageren op vragen die door de woordvoerder zijn gesteld. Dank u wel. Ik wil eerst zelf nog gebruik maken van mijn eerste termijn en dan zal ik inderdaad ingaan op wat vragen. Eerder heb ik aangegeven dat de zaak HVC gelden het boetje Oostwoud stinkt. Wij van Hart voor Medemblik zijn overigens niet de enige politici die dat vinden. En daarbij, in een direct gesprek dat ik met een inwoner over dit dossier had, is door die persoon zelfs het woord omkoping genoemd. Ik zeg dit hier alleen om nog maar eens de uitzonderlijkheid van dit dossier en van het grote belang van volledige helderheid in deze zaak te onderstrepen. Zeker toen ik in deze zaak gaandeweg halve, ontwijkende, tegenstrijdige, helemaal geen
en zelfs inhoudelijk onjuiste antwoorden van het college kreeg op mijn schriftelijke vragen, ben ik ervan uitgegaan dat elk lid van onze gemeenteraad en van ons college zou begrijpen dat ik mij in deze zaak ben gaan vastbijten. Met zulke verontrustende signalen, verwarring en vraagtekens ben ik, en u ook, verplicht om dat te doen. In mijn zoektocht naar de waarheid heb ik tot dusverre voor het raadsinstrument schriftelijke vragen gekozen. Dat heb ik bewust gedaan en ik heb eerder ook toegelicht waarom. Dat niet elk raadslid, collegelid, elke teamleider of topambtenaar het met die keuze eens is of daarmee niet blij is, respecteer ik. Net zoals ik hoop dat zij respecteren dat ik als raadslid het recht heb om zelf het raadsmiddel te kiezen dat ik in een bepaalde zaak het beste vind. Er is niet slechts één keer een deadline voor beantwoording verschoven. Het is na het verstrijken van al die deadlines niet slechts één keer oorverdovend stilgebleven van de kant van het college. Er is niet slechts één keer een half ontwijkend, tegenstrijdig of helemaal geen antwoord op vragen gegeven. De raad en de inwoners zijn in dit dossier niet slechts één keer onjuist geïnformeerd. Deze gang van zaken is niet slechts één keer besproken, maar vele malen. Bijvoorbeeld in de raadzaal, in het presidium, in de kleine driehoek, in één-op-eentjes, maar ook tijdens borrels, na vergaderingen en zelfs met de man of 50 tijdens de bestuurskracht tweedaagse in Kasteel Radboud. Het gaat hier vandaag over uw eigen individuele rechten en mogelijkheden om als raadslid te kunnen functioneren zoals het behoort. Dit dossier is een schoolvoorbeeld van de bijl aan de wortel van het functioneren van de raad, van ons bestuur en daarmee van onze bestuurskracht en van het vertrouwen dat mensen in de politiek hebben. Zoals anderen dat net ook al zeiden trouwens. Als je kijkt naar de ondermaatse beantwoording van de vragen in dit dossier, waaronder dus zelfs, en ik herhaal het nog maar een keer, het onjuiste informeren van de raad, maar ook naar toezeggingen over deadlines die niet nagekomen worden, die zomaar voorbij gaan zonder dat u en ik daarover verder geïnformeerd worden, terwijl u en ik ondertussen wel zijn verzocht om minder raadsvragen te stellen, dan kun je als raadslid die zijn eigen functie en functioneren respecteert en wil bijdragen aan het verbeteren van de bestuurskracht toch niet anders doen dan deze gang van zaken afkeuren? Als we dit als raad niet afkeuren, wanneer keuren we dan wel iets af? Dat was mijn eigen eerste termijn. Zal ik nog even antwoorden op vragen die gesteld zijn. Valt me op dat iedereen het ermee eens is. Behalve met het feit dat het een motie van afkeuring is. Dat verbaast me wel. Wat me verder opvalt is dat... Ik begin eventjes met de reacties van... Ik pak er een paar tegelijk. Van D66, Morgen en GroenLinks. Ik neem u even mee naar de begroting van 2021. Daar heeft D66, geheel terecht, want wij hebben die gesteund als Hart voor Medemblik, een motie van afkeuring ingediend over diezelfde begroting. En die is gesteund door GroenLinks. Op de website van D66 staat daarover, en ik citeer, het kan niet zo zijn dat we een begroting ontvangen waarin de werkelijkheid mooier wordt voorgesteld dan hij daadwerkelijk is. De raad en de bevolking worden hiermee op een dwaalspoor gezet. En ik heb de video er ook nog even op nagekeken. De heer Mos zei daar nogmaals geheel terecht over. De raad mag dit niet laten passeren. Elk raadslid dat dit accepteert, aldus meneer Mos, doet zijn of haar eigen positie tekort. En dat is exact wat ik hier bij deze motie ook zeg. Wij zitten dus principieel op één lijn. Ik zei al, diezelfde motie van afkeuring van D66 werd gesteund door GroenLinks. En mevrouw Manshande zei daarbij, en ik citeer opnieuw, de gebroken informatievoorziening vonden we dermate ernstig dat we dit wel steunen. Nou, als de raad en de bevolking in één dossier op een dwaalspoor zijn gezet, en als er één dossier is waarin er sprake is van een ernstig gebroken informatievoorziening, de woorden van GroenLinks, dan is het wel in deze zaak. Van D66 en GroenLinks verwachten wij dan ook steun voor deze motie.
en steun van de kant van de fractie van morgen zou ook niet onlogisch zijn. Want uit de woorden die haar wethouder begin en eind oktober aan dit onderwerp heeft gewijd, maakten wij op dat hij zelf de eerste was die die handelwijze rond de beantwoording van de vragen in de zaak HVC-gelden Boetje Oostwaard afkeurde. En ik heb hem net kort voor de vergadering ook nog een keer persoonlijk gezegd dat het niet tegen hem bedoeld is. Hij weet dat ook, zegt hij. We hebben afgesproken dat we wat gaan drinken straks. Maar ook hij keurt die handelwijze af. Daar wil ik het op dit moment even bij laten. Dank u wel. Ik wil de portefeuillehouder vragen om te reageren op de motie en eventuele vragen te beantwoorden of het standpunt van het college toe te lichten. Meneer Broeders. Voorzitter, ik had twee vragen gesteld aan meneer De Waal. Die heeft hij nog niet beantwoord. Ja, u gaat over uw vragen en meneer De Waal over zijn antwoorden. Maar we kunnen nog even kijken. Ja, wilt u nog even reageren? Ja. Ik herinner mij er eentje. Ik zal kijken of ik mijn eigen handschrift nog kan lezen. Het gaat ook over de positie, heb ik opgeschreven, van de wethouder. Zo'n motie van afkeuring. Ik zou eigenlijk zeggen, kijk even naar het nieuws. Noord-Hollands Dagblad, motie van afkeuring in Den Helder. Hoe verschillende partijen daarover denken. En ik zit helemaal op de lijn van GroenLinks daar. En meer zeg ik daar niet over. Dus het gaat absoluut niet over de wethouder. Goed, u neemt mijn wijzigingsvoorstel dus niet over. Bedankt voor de beantwoording. Nee, en daarmee, mag ik daarop reageren? Ik concludeer ook dat het toch nog steeds, en ook in de aanloop naar vandaag, dat het toch nog steeds wordt gedacht dat het mij en ons als Hart van Medeblik om de positie van de wethouder te doen is. Ik heb dat ook uitgelegd. Of om het college te beschadigen, maar dat is absoluut niet het geval. Ik weet niet of er nog mensen zijn die hier aan twijfelen, maar die mogen dat nu tegen mij zeggen, dan heb ik nog een extreem voorbeeld voor ze. Maar ik zou het beter... Meneer De Waal, dat mogen ze nu niet, want we zitten nog in de eerste termijn. Ja. Maar de vraag was inderdaad of u die wijzigingsvoorstellen overneemt. En volgens mij is het antwoord nee. Klopt. Ja. Kunnen we in de tweede termijn kunnen we er altijd nog over discussiëren. Dus daar is de ruimte voor. Dan zou ik het woord willen geven aan de portefeuillehouder, meneer Broeders. Dank u wel, voorzitter. Even voor de goede orde, ik beschouw dit niet als een persoonlijke aanval. Maar het is wel zo dat u mij behoort aan te spreken, gewoon in de rol die ik heb. En daar word ik ook voor betaald. Dus dat is helemaal niet erg. De indiener van deze motie gaf aan van ja, ik wil het eigenlijk helemaal niet hebben over de inhoud van dit dossier. Maar alleen over de wijze van afhandeling. Ik ga toch wel even iets zeggen over de inhoud van het dossier, omdat het de context schetst van het probleem wat we hadden met de beantwoording. Ik heb hier opgeschreven, ik vond een moeizaam dossier in een impasse. En dat werd me duidelijk door de vragen die Hart van Medemblik gesteld heeft. Dat heb ik ook al eerder aangegeven hier in deze raad, daar sta ik ook nog steeds achter. Ik vond het legitieme vragen. En ik vind het heel vervelend te hebben moeten constateren dat de beantwoording die in het verleden, want dit is de vierde set met vragen die gesteld is, dat de beantwoording in de drie eerdere sets met vragen die gesteld zijn, dat die inadequaat was, intern inconsistent, onvolledig en soms tegenstrijdig. Nou, en onjuist, want die was ik inderdaad vergeten. Dat betekende wel dat, en dat werd net ook wel door de heer Mos aangegeven, dat ik toen ik de vierde set met concept, dan laat ik er eerlijk over zijn, de vierde set met conceptantwoorden kreeg, dacht van ja hallo, als ik er gewoon naar kijk, zie ik ook alweer dat dit ook weer intern inconsistent en tegenstrijdig is. Dus we hebben het als het ware weer, we zijn even helemaal opnieuw begonnen. We zijn begonnen met, je zou haast kunnen zeggen, een soort forensisch onderzoekje. En dat heeft uitgemond in een veel te lange, maar wel heel erg, wat mij betreft, adequate informatienota over hoe het proces verlopen is. En op basis van die veel te lange, maar wel adequate informatienota, waarin overigens ook bleek dat we allerlei dingen, allerlei informatie niet meer konden reconstrueren, hebben we toch volgens mij adequaat antwoord kunnen geven op de vragen die u gesteld heeft. Ik hoop in ieder geval dat die
informatielacune die in de eerdere drie sets met beantwoording is ontstaan. En het wantrouwen wat u daarover had over dit dossier. Dat ik in ieder geval hopelijk op inhoud uw vertrouwen terug heb kunnen winnen. Maar wij als college vinden in ieder geval dat er een adequate beantwoording ligt. En dat we ook een proces hebben geschetst. Om uit de impasse die nu bestaat, ook gewoon de inhoudelijke impasse te komen. Dat is wat ons betreft het goede nieuws. Maar er is ook slecht nieuws. Het slechte nieuws is natuurlijk dat het veel te lang geduurd heeft. En daarvoor bieden wij hier nogmaals onze excuses aan. De motie is daar helder over. Het is uw motie. Ik denk dat ik er een motie van treurnis van zou hebben gemaakt. Maar het is helemaal aan u om er een motie van afkeuring van te maken. De motie keurt dit in ieder geval heel duidelijk af. En dat is natuurlijk ook uw goede recht. En het is oordeelraad. Het is niet aan het college om een motie van afkeuring negatief te preadviseren. Dat zou het wel heel raar worden. Dus dat is absoluut oordeelraad. Maar het goede nieuws is volgens mij dat we inmiddels het proces van de beantwoording van raadsvragen, ook naar aanleiding en specifiek naar aanleiding van dit onfortuinlijk doorlopen dossier, ook voor wat betreft de vierde set met vragen, dat we dat scherper in de tang hebben. Het staat ook iedere keer weer adequaat op de agenda van het college om dat iedere keer te bespreken. Ook ambtelijk is geborgd dat we nu sneller tot beantwoording komen en ook adequater tussenrapportage geven op het moment dat we daar eventueel om inhoudelijke gronden niet toe in staat zijn. Dus wij kunnen verregaand ook als college ons scharen achter nou heb ik mijn motie even niet bij, ja, wel, ik heb hem wel bij de hand. Bij de verzoeken van die u richting het college doet. Kortom, ik laat het graag aan het oordeel van de raad. Nogmaals, ik herhaal, ik had het prettig gevonden als er niet zoveel vragen van hart voor medemblik nodig waren geweest om scherpte te krijgen in dit dossier. Inhoudelijk heb ik het gevoel dat we de informatie richting uw raad, uw informatiepositie hebben weer op orde hebben gekregen. Ik had het prettig gevonden als dat niet pas in een vierde set met vragen zou zijn gebeurd. En verder laat ik het oordeel raad. Dank u wel. Ik dank eerst. We kijken eerst of er nog vragen zijn aan de portefeuillehouder. Uw reactie is op de tweede termijn. Maar zijn er nog vragen aan de portefeuillehouder? Dat begrijp ik, dat u nog iets wil zeggen. Ja. Dat kan in tweede termijn. Dat kan in tweede termijn. Ik vroeg of er nog vragen waren aan de portefeuillehouder. Ja? Meneer de Waal. Sorry, meneer Broeders, u moet er even doen. Ik heb een paar vragen voor u. U stelde dat u hoopt dat het wantrouwen dat u zei u, dus ik, of hart voor medemblik, wat weg is genomen. Bent u het met me eens dat er ook wantrouwen kan zijn ontstaan bij de inwoners? Dat is vraag 1. Vraag 2 is, biedt u excuses aan voor het feit dat het allemaal te lang geduurd heeft? Nou, die excuses aanvaarden wij, denk ik, namens hart voor medemblik, zonder enig probleem. Maar het gaat mij iets te vaak over dat het allemaal te lang heeft geduurd en te weinig over de inhoud van de beantwoording. Bent u het met mij eens dat ook die gefaald heeft? Dat is vraag 2. En bent u het ook met mij eens dat de motie ook gaat over de rechten van raadsleden hier in de zaal en onze bestuurskracht? Want ook dat is onderbelicht gebleven in uw betoog. 3 vragen voor uw portefeuillehouder. Meneer Broeders. Dank u wel, voorzitter. Sorry, kunt u alstublieft uw eerste vraag nemen? Want ik heb in uw inwoner. Ik had nog geen pen toen u uw eerste vraag stelde. Geen probleem. Okay. U sprak over het feit dat u hoopt
dat het wantrouwen dat u, daarmee bedoelt u mij of Hart van Meemelijk voor, had wat is weggenomen. Bent u met mij eens dat dit ook van toepassing is op de bewoners? Nou ja, de inwoners. Dank u wel. De drie vragen zijn inmiddels helder. Daar kan ik natuurlijk alleen ook een hoop over uitspreken. En niet, ik kan niet in de geest van alle inwoners van Medemblik kijken. Maar ik begrijp, ik ben er net even niet op ingegaan, maar ik had hem wel op bij mijn reactie staan. Het punt wat u gemaakt heeft, want ik weet dat u, dat heeft u ook heel duidelijk gemaakt in uw overweging, gaat u daar ook specifiek op in. Dan zegt u deze gang van zaken de geloofwaardigheid van de lokale politiek schaadt en de kloof tussen inwoners en politiek verder vergroot en de desinteresse in politiek in toenemende mate kan aanwakkeren. Ik weet niet of ik in volledigheid datzelfde beeld heb als u. Maar het is er in ieder geval niet, het is er in ieder geval niet goed voor. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat we daar ook mee het vertrouwen, als we dat verloren hebben, richting inwoners herstellen. Maar meer dan de hoop kan ik natuurlijk niet toezeggen. Dat was antwoord op vraag 1. Ik wilde niet al te zeer op de inhoud ingaan. Omdat u specifiek zei dat het niet over de inhoud behoorde te gaan. Maar, ik bedoel niet de echte inhoud, de inhoud van de beantwoording van de vraag, dat die ondermaats is gebleven. Want het gaat te veel over termijnen die... Ja, nee, ik ben het helemaal met u eens, maar dat heb ik u al eerder gezegd. Dat probeer ik net ook al aan te geven. Dat ik in ieder geval voor de eerste drie sets met vragen de beantwoording ondermaats heb gevonden. En ik hoop, en dat is ook de reden waarom het zo lang geduurd heeft, omdat ik het dat ik het niet wenselijk achtte om ook met een vierde set met vragen langs te komen, waarvan ik al meteen a priori vond dat ze ondermaats waren. De beantwoorden die ik u nu gegeven heb, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. En ik hoop niet dat u die ondermaats vindt. Dan het laatste punt, de rechten van raadsleden. Ik heb daar net niks over gezegd. Maar ik ben het helemaal met u eens dat dit ook gewoon het recht van raadsleden is. Dat is in dit traject misschien ook vanwege de complexiteit of vanwege allerlei interne redenen waar ik u verder niet mee ga vermoeien, want daar moet u ook niet van zijn, daar behoor ik van te zijn. Is dat onderbelicht gebleven. Dus het is duidelijk het recht van raadsleden om vragen te stellen om adequaat en tijdig antwoord te krijgen. Is dat het antwoord? Oké, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. We zijn toe aan de tweede termijn. Meneer Mos van D66. Ja, voorzitter, er gaat de laatste tijd geen raadsvergadering voorbij of er roept aan deze tafel wel iemand dat die in de standpunten of op de website van D66 heeft zitten kijken. En dat doet ons natuurlijk zeer goed. Dat mag vaker gebeuren. Meneer De Waal, ik denk dat wij het gewoon eens zijn over die motie van afkeuringzaak. Er is alleen een verschil. Toen ging het over het college dat er op dat moment zat. En als u deze motie in februari had ingediend, dan, dat is natuurlijk een hypothetische situatie, maar dan hadden wij er zeker voor gestemd. Ik wijs erop dat wij in de vorige periode zelf ook eens een keer initiatief van mijn collega Nijsing ook een motie van afkeuring tegen een zittend college hebben ingediend. Dus op zich zijn we daar helemaal niet zo bang voor. Maar dat is dus even het verschil. Verder nog even, voor het geval dat misschien nog een wijziging in de motie komt. Bijna iedereen zegt dat wat staat bij verzoekt het college, dat die daar wel achter kan staan. Ik vind dat laatste puntje over die vraagstelling iets, ik vind het wel goed dat we die discussie voeren. Ik vind dat het college daar ook best een mening over mag hebben. Alleen die discussie moeten we hier niet voeren. Dus ik vind ook dat, met dat punt ben ik niet echt gelukkig dat hier staat. Dus, maar dat was even de tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel. Andere woordmeldingen in tweede termijn. Mevrouw Visser, ChristenUnie. Ja, voorzitter, heel veel partijen, en ik denk dat dat ook wel begrijpelijk is, vallen over de woorden van afkeuren. En dat zijn ook grote woorden. Maar de manier waarop deze motie is opgebouwd, keurt de handelwijze af van dit college. En dit is een dossier die even uitgelicht is en wat dus ook een voorbeeld is. Maar we hebben nog meerdere dossiers. En iedereen praat van dit college doet zijn best. Laat ik uitspreken, dan ook maar in de microfoon, dat ik echt het vertrouwen heb ook in dit college. Dus dat maakt ons werkelijk niet verdeeld.
En ik vind dat we op dit moment ook mooie stappen met elkaar. Maar we hoeven dat niet met elkaar te vermengen en dan in een bepaalde emotie te brengen. Dat we dat dan dit college niet aan kunnen doen. Het is een afkeuringsmotie waard op de manier waarop dit tot stand... Interruptie, voorzitter. Van onze kant is geen sprake van enkele emotie. Dit is gewoon een redenering, een politieke, rationele redenering. En ik ben er niet verdrietig over of zo. Dus dat hoeft u niet bang voor te zijn. Nou, u voelt u blijkbaar aangesproken. Ik had u niet genoemd. Maar er zijn andere opmerkingen gemaakt. Nee, ik voel me niet aangesproken. Daarom reageer ik ook. Wel graag via de voorzitter. Maar dat we hier gewoon een college... op een afkeuring zetten omdat het gewoon gegaan is zoals het gegaan. Dat het college al in de, nu gewisseld is, dat we van alles hebben. Zo gaat het nou eenmaal en dat is precies zoals de heer Boerder zegt. Daar wordt hij voor betaald, hij zit nu in de positie. We spreken nu het college daarop aan en dat is wat er gebeurt. Dus wij blijven de motie steunen. Niet om dit college tot een dieptepunt te brengen van oh, we keuren het af. Absoluut niet, maar om wel de handelwijze over dit dossier echt volledig af te keuren. En dat het een slecht voorbeeld is hoe we omgaan met raadsvragen en openheid van het bestuur. En laten we dat maar, en soms zeggen we de motie is een steuntje in de rug voor de wethouder. Nou, dat ga ik dan ook maar even op deze motie zeggen. Het is een steuntje in de rug om alles te verbeteren wat er mogelijk is. En ik heb het de wethouder ook horen zeggen dat dat zeker van plan is. Het is alleen jammer dat we zo'n motie nodig hebben gehad om tot dit punt te komen. Had op een andere manier gekund, want het is heel lang al aangekaart van meneer De Waal. Dank u wel. Meneer Stam van de VVD. Het heeft heel lang geduurd voordat deze motie er was. En ja, meneer De Waal kon hem niet eerder indienen in februari, want toen zat hij volgens mij nog niet in de raad. Dus dat was ook een beetje lastig. Mevrouw Visser zei ook al, het is gegaan zoals het Interruptie, gaat. Voorzitter. Ik heb ook gezegd, het is een hypothetische situatie. Okay. Dus deze opmerking van de heer Stam, die hoeft gewoon niet. Meneer Stam. Nou, deze dus ook niet. Van u. Ja. Dus klaar te zijn. Open en transparant, daar staan wij als VVD ook voor. Dus heldere en open antwoorden die zijn belangrijk. Dit probleem moet serieus opgepakt worden. Het is genoeg keren gezegd door meneer De Waal dat het niet gaat om de positie van de wethouder, niet om de positie van het college. Maar de bedoeling is om afkeuring uit te spreken over de gang van zaken met betrekking tot die vragen. En daarom blijven wij ook bij de steun bij voor Hart van Medemblik met betrekking tot deze motie. Dank u wel, mevrouw Van der Bos. CDA. Ik wil graag 5 minuten schorsing aanvragen. Oké, dat lijkt me dat is uitstekend. Schorsen tot... Ik mag dan de tweede termijn op. Ja, maar dat lijkt me goed. Wil je eerst even schorsen? Ja, we schorsen 5 minuten tot 5:50. Dames en heren, ik zie dat de CDA-fractie weer is gaan zitten. En zij hebben om een schorsing gevraagd. Ik ga u ook vragen om uw plaats weer in te nemen. Mevrouw Visser, de fractie van Hart voor Medemblik. Zou iedereen zijn of haar plaats weer in willen nemen? Dan kunnen we de vergadering vervolgen. Mevrouw Visser van de ChristenUnie, zou u uw plaats in willen nemen? En alle andere leden van de raad. Dank u wel, meneer Berenpoot. Mevrouw Van den Bos, u heeft het woord. Ja, dank u voorzitter. Zoals ik in de eerste termijn al heb aangegeven, weegt de zinsnede motie van afkeuring zwaar voor ons. Omdat dat toch, ondanks de verzachtende woorden, het beleid veroordeelt van een bewindspersoon. Wij willen dat dus per se niet in de motie handhaven. Zojuist in de schorsing nog geprobeerd om de indieners over te halen, er een light versie van te maken, motie van treurnis. Dat is niet gelukt. Daarom zal het CDA tegen deze motie stemmen. Dank u wel. Ik kijk nog even. U heeft al het woord gevoerd, meneer Mos. Oh, tweede termijn. Ja, dat is waar. U zit nog steeds in de tweede termijn. De heer Beuker.
Ja, voorzitter, woorden van gelijke strekking van mevrouw Van der Bos. En daarnaast, wat ik ook wel in dit verhaal wel een beetje jammer vind, ik snap dat de heer De Waal hier enorm veel tijd in heeft gestoken en ook enorm veel gesprekken heeft gevoerd. Alleen wat ik wel jammer vind, is dat in zijn commentaar niet is meegegeven van dat het huidige college hier wel adequaat mee aan de gang is gegaan. En dat zou ik toch wel graag nog van de heer De Waal willen horen. Want dat is wel het signaal dat hier wordt afgegeven. Dank u wel. Meneer Mos, gemeentebelangen. Nou, meneer De Waal, dank voor de principiële discussie. En toch houd ik me bij mijn woorden in eerste termijn. Het is niet goed gegaan, maar het is te zwaar naar dit college in deze samenstelling. En we zullen bij de niet veranderde motie tegenstemmen. Dank u wel. Meneer Huisman van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. We vinden dit toch een hele moeilijke keuze. Want eigenlijk hoorde ik in de woorden van de wethouder dat de motie een steuntje in de rug zou kunnen zijn. En dat hij er misschien zelfs wel mee zou instemmen. Alleen, dat behoor je als wethouder niet te zeggen. Dat is hoe ik zijn woorden heb opgemaakt. Interruptie, en ook al... voorzitter. Zo hebben wij in ieder geval, en ik dan spreek even voor mezelf, het niet geïnterpreteerd. Er werd aangegeven voor de wethouder. Nou, als ik zelf was geweest, had ik er een motie van treurnis van gemaakt. En dat was hetgeen wat ik de wethouder heb horen zeggen. De wethouder heeft inderdaad gezegd, zelf zou ik er misschien een motie van treurnis van hebben gemaakt. Maar, en dan kwam er wel een heel verhaal waaruit ik heb opgemaakt wat ik zojuist zei. Ja, ter interruptie, voorzitter, dat is dus de interpretatie van de heer Huisman. Ja, en dat heb ik ook zo gezegd net. Meer kan ik er niet van maken. Dat is wat ik ervan maak. Maar alleen behoor je dat als wethouder niet zo te zeggen, dus doet hij dat ook niet. Dat is hoe ik de woorden U interpreteert nu de woorden van de wethouder op een vrij cruciaal punt. Mag ik het praktische voorstel doen dat de wethouder nog even kort reageert op uw woorden? Want dat, om misverstanden te voorkomen. Nou ja, ik wilde nog een verhaal verder maken. Ik werd geïnterrumpeerd. Ja, nee, maar... Het gaat juist over dit punt. Het gaat dus... Ja, ik vind het prima als hij straks nog even reageert. Maar ik wil even mijn zin afmaken die ik aan het maken was. Mag je zin afmaken? Ja. Ja. Dat het dus lastig is wat de definitie is van de motie van afkeuring. Als er in de tekst niet staat dat het... Als er in de tekst staat dat het gaat over de handelswijze en niet over dit college en deze wethouder. En dat is wel een cruciaal punt. Wat is wettelijk gezien de status van als wij dit aannemen? Krijgen we dan inderdaad, zoals net in de schorsing ook werd genoemd, over 2 jaar nog te horen. Ja, weet u nog, 2 jaar geleden heeft u ook een motie van afkeuring aan uw broek gehad? Ik denk dat dat niet zo geïnterpreteerd kan worden. Dan kunnen we zeggen, nee, hij heeft geen motie van afkeuring gehad. De handelswijze had een motie van afkeuring gehad. Als je het zo letterlijk neemt, dan zou ik hierachter kunnen staan. Alleen ik weet niet hoe het precies zit in gemeentewet en weet ik wat allemaal. Dus daarom zeg ik, ik vind het heel moeilijk wat de letterlijke definitie is van deze motie van afkeuring. En daarom zit ik in die tweestrijd waar ik mee begon. Wat is nou de basis van het aannemen van zo'n motie? Dat is waar ik mee in de maag zit. En dat is waarom ik denk, van, ik zou er hier eigenlijk wel mee willen instemmen, omdat ik toch met zoveel woorden heb gehoord dat de handelswijze, dat de wethouder de handelswijze ook afkeurt. Ja. Dat is dat, en dat heb ik hem volgens mij wel letterlijk horen zeggen, dat hij de handelswijze ook afkeurt. Dus in zoverre zouden we dit kunnen aannemen. Nou, en dan wil ik graag de wethouder het woord geven om erop te reageren. Ja, dat doe ik. Maar ik heb u gevraagd of u het goed vond dat de wethouder nog even zou reageren. Meneer Broeders. Ik had natuurlijk niet moeten zeggen wat ik vond dat het eigenlijk had moeten zijn. Maar ik ben zelf ook heel lang heb ik in raden gezeten. Ik ben ook nog een tijdje in rivier geweest. Ja, dan heb je toch de neiging om een adviesje te geven. Even voor de helderheid. Op het moment... Ik zou wel even de zwaarte, want volgens mij is dat ook wat de bedoeling is van deze motie. Dus ik wil ook wel de zwaarte van een motie van afkeuring nog even benadrukken. Dat is een zwaar instrument. Ik voel het ook als een zwaar instrument en het is ook mijn plicht om het als een zwaar instrument te voelen. Dus als u mijn woorden zojuist hebt gelezen als, goh, u bent het ermee eens dat u een motie van afkeuring krijgt. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het is helder. Meneer De Waal, als laatste in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Vooraf wil ik even zeggen dat dit alles te maken heeft met continuïteit van bestuur. En dat wij er niets aan kunnen doen dat er toevallig een nieuwe wethouder is, omdat er toevallig verkiezingen zijn geweest.
Maar dan mijn tweede termijn. Het hele leven bestaat uit afspraken. Veelal bedacht door overheden. Zonder het naleven van die afspraken functioneren maatschappijen niet. Ook onze gemeente is zo'n overheid die afspraken bedenkt, maakt en al dan niet door hogere organen gedwongen oplegt bij onze inwoners en ondernemers. Onze gemeente verwacht geheel terecht van hen dat zij die afspraken nakomen. Als je dit in ogenschouw neemt, hoe bijzonder is het dan dat wij en onze inwoners van onze eigen bestuurders verlangen dat ook zij zich aan gemaakte afspraken houden? En hoe erg of ongewoon is het dan dat als dat te vaak niet gebeurt, wij daar vandaag onze afkeuring over uitspreken? Dat we daarmee een streep trekken om aan te geven dat dit zo niet langer kan. En dat alle woorden die daar de afgelopen maanden al aan gewijd zijn, nu eens in daden moeten worden omgezet. Hoe erg, zwaar of bijzonder is dat? Nou, helemaal niet. Het is onze plicht. Als straks in de stemming over deze motie partijpolitiek, persoonlijke relaties, persoonlijke voorkeuren en oud en nieuw zeer het zouden winnen... De heer Beuken, de heer De Waal neemt bepaalde zaken in de mond wat gewoon niet is zoals door de verschillende partijen en ook door onze partij is toegelicht waarom wij niet voor deze motie van afkeuring zijn. En u legt nu wel bepaalde zwaarte in wat gewoon wat ik afkeur bij deze. Meneer De Waal. Als straks in de stemming over deze motie partijpolitiek, persoonlijke relaties, persoonlijke voorkeuren en oud en nieuw zeer het zouden winnen van het opkomen voor uw eigen grondrechten als raadslid en voor uw mogelijkheden om uw eigen functie als lid van het hoogste orgaan in dit huis zorgvuldig te kunnen uitvoeren, dan weet ik het niet meer. Beste collega's, ik heb er alles aan gedaan om u ervan proberen te overtuigen dat dit geen politieke afbraakmotie is en geen aanval is op partijen of op mensen. Sterker nog, de ziel van deze motie heeft eigenlijk helemaal niets met politiek te maken. De afkeuring en de oproepen in de motie hadden net zo goed in het bedrijfsleven gedaan kunnen zijn. Het gaat erom dat wij komen tot een beter fundament en tot een betere sfeer waarin wij als raadsleden, ieder voor de eigen idealen en de eigen kiezers, ons werk kunnen doen. Nu en in de toekomst. Daar kan toch geen enkel raadslid het mee oneens zijn? Ik hoop oprecht op uw brede steun. En ik hoop daarvoor voorzitter, ter interruptie. Meneer De Waal, u stelt, het heeft eigenlijk helemaal niets met politiek te maken. Maar wat zijn we hier nou aan het doen? Aan het politiek bedrijven met elkaar. Ik denk dat u dit stuk vooraf thuis heeft geschreven. Want wij hebben best ook als CDA-fractie aangegeven dat we het inhoudelijk met uw constateringen eens zijn. Wij hebben ook aangegeven waar we bezwaar tegen hebben. En nu schiet u toch in de verwijtende sfeer. En politiek bedrijven is ook het samen eens proberen te worden. Wij hebben zojuist een handreiking proberen te doen om u tegemoet te komen dat we raadsbreed een motie van treurnis hiervan kunnen maken die dan, denk ik, raadsbreed wordt aangenomen. U bent daar niet toe bereid, maar dan vind ik het ook niet terecht dat u het nu toch in de tweede termijn zo in de verwijtende sfeer giet. Meneer De Waal, wilt u daar nog op reageren? Nou, dit kennen we, dit soort reacties, dus ik neem u voor kennisgeving aan. Zijn er... Voorzitter, ik had nog een vraag aan de heer De Waal gesteld. Meneer Beuken. U moet het met het betoog van de heer De Waal doen. Nou, dat is dan duidelijk. Ja. Okay. U stelt uw vragen, hij geeft zijn antwoorden, zoals het dan gaat. Oké, goed. Dan stel ik vast dat ook de tweede termijn is afgerond en dat we de beraadslaging kunnen sluiten. Gaan we stemmen over de motie? Ik neem aan dat er stemming gewenst is. Een hoofdelijke stemming. Een hoofdelijke stemming. Wenst iemand een stemverklaring? Ja. Oh, mevrouw Visser. ChristenUnie. Stemverklaring. Het was wel snel, hè? Want anders had ik het in mijn tweede termijn gedaan. Wij blijven deze motie steunen. En er is heel veel discussie over treurnis en afkeuring. Ik vind deze situatie een afkeuring waard. En bij die woorden wil ik het ook houden. En daarom blijf ik de motie steunen. En dat zijn mijn stemverklaring. Dank u wel. Meneer Huisman van GroenLinks, zag ik. Stemverklaring.
Ja, dank u wel. Wij zullen tegen deze motie stemmen, maar willen aangeven dat wij voor het afkeuren van de manier van beantwoording zijn. Maar er staat nu de handelswijze van het college. En daarmee denken we toch dat het op dit college afstaat. En daardoor zullen wij tegenstemmen. Dank u wel. Nog andere stemverklaring, mevrouw Van der Geest van morgen. Ja, ik zal tegen de motie stemmen, ondanks dat ik wel met de punt eens ben. Maar een handelswijze wordt alleen door een persoon gedaan. En de handelswijze kan je dus alleen van personen afkeuren. Ik moet zeggen, het was allemaal beneden de maat. En dat is ook toegegeven. Dus het heeft niets met partijpolitiek te maken, wil ik benadrukken, of per persoon. Als er iets anders was gestaan, als eraf was gegaan, wat had ik voor kunnen stemmen, maar nu niet. Dus dat is de reden. Dank u wel. Nog andere stemverklaringen? Meneer Stam van de VVD. VVD blijft deze motie steunen. We blijven staan bij ons standpunt. Het is afkeuringswaardig, maar tevens trekken we ook een streep. En we zeggen er ook nogmaals bij, het gaat niet om de positie van de wethouder. En het gaat ook niet om de positie van het college. Dus een streep trekken, maar wel afkeuringswaardig. Dank u wel. Er waren alle stemverklaringen. Dan vraag ik de griffier om de stemming op te openen. Hoofdelijk. Ja, er is hoofdelijke stemming verzocht over de motie van de afkeuring in zaken de handelswijze beantwoording raadsvragen HVC gelden het boetje Oostwoud. Ik start bij de heer Venema. U kunt aangeven of u voor of tegen deze motie bent. De heer Venema. Ik ben voor deze motie. De heer Berlijn. Voor de motie. Mevrouw Van Ekelen. Voor de motie. De heer Mensink. Voor de motie. De heer De Waal. Voor de motie. Mevrouw Schouten. Ik ben tegen de motie. Mevrouw Van der Bos. Ik ben tegen de motie. De heer Droog. Ik ben tegen de motie. Mevrouw Selders. Heel erg tegen. Mevrouw Salman. Tegen. De heer Heestermans. Voor de motie. De heer Stam. Heel erg voor de motie. De heer Berenpoot. Voor. De heer A. Meester. Voor de motie. Mevrouw Visser. Voor. De heer Huisman. Tegen deze motie. De heer Mos. Tegen de motie. Mevrouw Louisen. Tegen de motie. De heer Zijnemaker. Tegen. De heer Beuker. Tegen. Mevrouw Van der Geest. Tegen. Mevrouw Blauw. Tegen de motie. De heer Parelberg. Tegen. Mevrouw Buwalda. Tegen. De heer Plekker. Tegen. De heer Braaksma. Tegen. De heer Mos. Tegen. En de heer Hogewerf. Voor.